Nou, ik vind het wel leuk eigenlijk. Het was super gaaf en we hebben heel veel bollen geplant en het was leuk. Omdat het goed is voor de natuur en voor de mensheid en voor de bijen. Ja, en wat vind je ervan als ze dit met de kinderen hier op school doen? Ja, leuk eigenlijk vind ik wel. Dan leren de kinderen ook een beetje wat bloemen zijn en het milieu en zo. En hou je zelf een beetje van bloemen? Ja. Ja, een beetje. Ik heb geen kamerplant, maar als ik ze zie vind ik ze wel leuk. Ja, en ben je van plan om vaak hier langs te komen om te kijken naar de bloemen? Nou, niet vaak, maar wel eens. Want ik moet toch naar school toe, dus ik ga wel kijken. Ja. Het is een heel goed initiatief. We hebben dat als gemeente een beetje geïnitieerd. Hè? Wij zijn als gemeente bezig met een project Bloeiende Bermen, heet dat. Dus op allerlei plekken binnen de gemeente zorgen we dat er straks in het voorjaar veel bloemetjes ontstaan. Verschillende soorten bloemen. Het is goed voor de biodiversiteit, goed voor de bijtjes. Het is goed voor ons allemaal. Wat vind je ervan dat dit ook met kinderen gedaan wordt? Nou, het is heel goed om kinderen al vroeg... er kennis mee te laten maken dat die bloemen dat die echt een functie hebben. Behalve dat ze leuk zijn om naar te kijken, zijn ze ook goed voor het insectenleven en alles wat daarbij zit. Het vliegende gebeuren, zoals de bijen die zo belangrijk zijn voor onze voedselproductie. Dus heel goed initiatief. Mooi, op school is er ook aandacht aan besteed. Dat merkte ik toen ik de kinderen sprak. Ze weten er best het een en ander van. Ja, en ben je van plan om dit op meerdere scholen te doen? Ja, we gaan bij meer scholen gaan we langs. En op die manier laten we veel meer kinderen daar kennis mee maken.